Nog een paar dagen en dan gaan we stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat zijn deze keer belangrijke verkiezingen, want het gaat om uw plaats. Het gaat niet om de landelijke politiek. We hebben een aantal partijen al gehad, er komen er nog een paar. We hebben een rondgang langs alle politieke partijen in Haarlem. En het is een feest om dat te doen, moet ik heel eerlijk zeggen. Vandaag de onderwijspartij, D66 dus. En dan zeg ik dan maar, hallo allemaal, stel jezelf even voor. Ik ben Dilia Leitner. Ik woon al bijna 20 jaar in Haarlem. Ik ben nu heel lang politiek actief en nu lijsttrekker voor D66. En mijn naam is Micha de Groot. Ik ben ook raadslid op dit moment in Haarlem. Met name op de portefeuilles van beheer en ontwikkeling. Ik ben 35, twee jonge zoons en woon met heel veel plezier in Haarlem. Leuk, wie niet hè? Daarom. Ja. Wat willen jullie? Beter onderwijs, absoluut. Hoe wil je dat doen? Absoluut. Nou, onderwijs is natuurlijk eigenlijk een thema wat bij de landelijke politiek hoort. Wij hebben nu een onderwijsminister, Ingrid van Engelshoven, die er ook veel ervaring in heeft. En als gemeente ga je over een paar dingen. En dat willen wij inderdaad goed doen. Haarlem is een stad die is gegroeid. De afgelopen jaren zijn er duizenden inwoners bijgekomen. En Haarlem gaat ook groeien. We hebben afgesproken dat er voor 2025 7500 woningen bijkomen. Nou, kun je voorstellen, daar gaan mensen gaan daar wonen, daar komen kindertjes bij. En die moeten ook weer naar school. Hè? Die moeten ook weer naar school. Dat betekent dat er fors geïnvesteerd moet gaan worden in onderwijs. Om te zorgen dat al die kinderen straks een plek hebben op een school. Want er zijn er niet genoeg, hè? Genoeg scholen. Nee, we hebben geconstateerd de afgelopen periode dat er zo'n 12 kleuterklassen tekort kwamen. Dus we hebben dat op de politieke agenda gezet. En er is extra geld bijgekomen het afgelopen jaar. Zo'n 12 miljoen extra voor het onderwijs. Maar er zal de komende jaren zo'n 60 à 70 miljoen bij moeten. En ja. Dat is voor ons echt heel belangrijk. Ja. Maar er zijn meer punten. Absoluut. Die D66 wil. Zeker. Vertel ze maar, Micha. Nou, een hele belangrijke, en die sluit eigenlijk aan bij wat Dilia zegt, is dat we gaan groeien in Haarlem. Er komen woningen bij. En er valt deze verkiezing echt wat te kiezen. Wij staan voor een stad die in balans is, waar we kwaliteit van wonen graag behouden en versterken. En dat betekent dat we niet te hard willen groeien. Want we moeten wel zorgen dat de voorzieningen de groei bijbenen. En dat zit in onderwijs, zoals Dilia ook zegt, maar dat zit ook in groen. En dat zit ook in sportvoorzieningen. En het is belangrijk dat we niet het tempo zo hoog leggen qua groei, dat we qua voorzieningen de trein niet bij kunnen houden. Jullie hadden een prachtige leus. D66 krijgt het voor elkaar. Ja. Toch wel moeilijk, want die 80 miljoen die zweeft nog steeds boven Haarlem. Dus als je dingen wilt, dan is het altijd moeilijk om het geld voor elkaar te krijgen. Hoe doen jullie dat? Wat bedoel je met de 80 miljoen? De 80 miljoen van 4 jaar geleden, dat tekort dat er was. Op achterstallig onderhoud, die. Nee. Nou, het achterstallig onderhoud is weggewerkt tot een aanvaardbaar niveau. We hebben in ieder geval een gezonde werkvoorraad. Dus die zweeft niet meer op die manier boven Haarlem. En 80 miljoen daar maar een beetje in de war is ook het bedrag namelijk dat we hebben afgelost op de schuld. Haarlem heeft een hele forse schuld. In de afgelopen 4 jaar hebben we door schuld af te lossen, door wat slimmer naar die financiën te kijken, door ook wat vastgoed te verkopen, die schuld kunnen aflossen met 80 miljoen. Dus we zitten nog steeds wel op een fors bedrag van 486, maar dat is net aan in de groene cijfers. Keurig. Ja, dus dat hebben we samen met de coalitie, hoor. Dat moeten we ook nageven, hebben we dat voor elkaar gekregen. Jullie zijn een zeer democratische partij, hè? De naam zegt het al. 50 amendementen op het verkiezingsprogramma. Hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar? Je bent goed geïnformeerd. Nou, een verkiezingsprogramma roept altijd discussie op. Zeker binnen een partij als D66, waar we gewoon heel veel leden hebben die graag ook hun mening kenbaar maken. En daarvan zijn er een heleboel ook textueel en gaat het ook echt om de nuance in een programma. Maar we hebben een hele leuke avond gehad waarbij we die amendementen behandeld hebben. Ikzelf had er ook een aantal en het lukt dan toch om de leden te overtuigen om daar een aantal aanpassingen in te doen. Hoe laat was het afgelopen? Nou, ik denk dat wij uiteindelijk ongeveer 35 van de 50 amendementen verwerkt hebben in het programma. En we zijn dan ook trots op het programma wat er ligt. Kijk, wij zijn natuurlijk net zo Haarlems als de lokale partijen. Dus ook onze afdelingen, dat zijn echte Haarlemmers. En Haarlemmers zijn betrokken bij een stad. En dat uitzicht dan in dit geval in een hoop amendementen. Maar het wordt er alleen maar beter van. Je zit er al een tijdje. Wat heb je als belangrijkste pijler gehaald het afgelopen zittingsperiode, zeg maar de afgelopen 4 jaar?
Voor mijzelf persoonlijk zijn dat twee dingen. Inhoudelijk ben ik heel erg gelukkig samen met de andere partij, Partij van de Arbeid, dat we een experiment hebben kunnen doen met loten. Dat we Haarlemmers hebben kunnen betrekken bij besluitvorming in de stad door middel van loting. En dan wil je toch een wat bredere afspiegeling krijgen dan vaak zien we toch dezelfde mensen. Dat hebben we gedaan met boombeleid in Schalkwijk. En dat was een hartstikke leuke dag. Waar zo'n 60, 70 mensen naartoe kwamen om te praten over het bomenbeleid in Haarlem. En omdat dat zo goed is gegaan, heeft dat dan een spin-off gekregen bij de handhaving. Dus ook bij de handhaving zijn experimenten met loting gedaan. Dus ik ben heel, daar ben ik toch een beetje trots op dat ik daar een slinger aan heb mogen geven. En waar ik ook gewoon heel trots op ben, is de huidige fractie. Dat we het samen met elkaar gedaan hebben. Dat we de coalitie 4 jaar hebben kunnen laten besturen. En dat we eigenlijk op die manier de stad bestuurbaar hebben gehouden. Want voor een fractievoorzitter, zeker van een grootste partij, is ook heel veel werk onzichtbaar. En vaak als dingen goed lopen, betekent dat er voor mij het meeste werk in zit. En dat vind ik ook wel leuk om te doen. Als dingen goed lopen, dan... Het is een partij, een democratische partij, 50 amendementen. De kans op bonje is groot. Die is er niet, hè? Zeker niet. Net wat Dilia zegt. Die zegt niet zomaar dat ze trots is op de fractie die we hebben zitten. We hebben een diverse fractie zitten. We hebben ondernemers. We hebben mensen met een juridische achtergrond. Ik werk zelf in het dagelijks leven voor in het bedrijfsleven. En juist die mix is heel prettig om bij elkaar te hebben. En dan botst het wel eens. En we hebben echt wel eens pittige fractievergaderingen. En dat is ook goed. Ik merk dat we echt een team geworden zijn de afgelopen 4 jaar. Dat is mooi. Zo moet het ook een beetje. We hebben soms stevige fractievergaderingen. En dan op een gegeven moment kom je dan tot een lijn van oké, dit is ons standpunt. En dan is eigenlijk iedereen altijd... dat is een bepaalde politieke professionaliteit die je dan moet kunnen opbrengen. En dat je achter die lijn staat. En we zijn er altijd goed uitgekomen eigenlijk op een... Leuk. De zorg is natuurlijk belangrijk, hè, voor jullie. Mm-hmm. Ja. Nou komen er heel veel mensen bij. Je hebt dat in het begin al gezegd. Het verkeer, het door Haarlem of om Haarlem heen gaan, is een van de grootste moeilijkheden. Ja. Hoe zien jullie dat? Heb je bijvoorbeeld het idee dat je ook diesels uit het centrum moet gaan houden? Je ziet dat ook in andere steden gaande is. En Haarlem is zeker geen eilandje, zeker niet in de Randstad. Dus wij vinden dat we daarin ook één lijn moeten trekken. We willen niet dat diesel de ene stad er wel in kan en de andere stad weer niet. En dat er gewoon eenduidig beleid zou zijn voor steden hier in de Randstad. En daar willen we ons dan gewoon bij aansluiten. Dus dat betekent ook dat Haarlem uiteindelijk een milieuzone kan krijgen. Eens. En een aanvulling op je eerste vraag, waar ik trots op ben de afgelopen periode, is dat we een structuurvisie openbare ruimte vastgesteld hebben. Nou, het is een wat technische term, maar het is echt een document waarin we vastgelegd hebben hoe we de komende jaren met Haarlem verder willen. Juist op groen, juist op bereikbaarheid. En een van de belangrijkste punten die daarin staat, is dat we er echt voor kiezen dat we de auto om de stad heen willen leiden. En daardoor ook het woonmilieu in de stad zelf fors kunnen verbeteren en inzetten op openbaar vervoer en op de fiets. En dat die er doorgekomen is en met heel veel draagvlak, betekent echt dat we verder kunnen bouwen in de komende 10 tot 25 jaar. U heeft het gehoord, het gaat over Haarlem. En de partijen zijn er druk mee bezig, de een wat meer dan de ander. Deze heel veel, heb ik de indruk. Wees verstandig, komende woensdag. En stem in ieder geval. Dank voor het kijken. En jullie, bedankt voor de medewerking. Graag gedaan. Het was hartstikke leuk. Top. Dankjewel.